Mijn naam is Herman Bruin. Ik werk bij DNV, bij de afdeling Rail. En daar houden we ons bezig met mobiliteitsstudies. Er wordt heel veel over mobiliteit nagedacht. Jazeker. Ja, en hoe gaat u zelf naar uw werk? Ik ga zelf met het openbaar vervoer, met de trein en met de bus. En dat is, hoe lang bent u dan onderweg? Het varieert een beetje aan. Als mijn aansluitingen goed lopen, dan kan ik het in 3 kwartier. En anders ben ik een uur onderweg. Dus voor u is eigenlijk de auto helemaal geen optie? U bent zo tevreden? Voor mij is inderdaad de auto geen optie, omdat ik langs Utrecht toe moet. En Utrecht is toch een knooppunt op dit moment. Dus ik kan beter met het openbaar vervoer reizen. En heeft uw werkgever, krijgt u bijvoorbeeld het openbaar vervoer gratis? Ik heb inderdaad een kaart voor het openbaar vervoer, een trajectkaart. Dus ik kan gewoon tussen de woonplaats en het werk constant reizen. Ja. En is dat bij u in uw functie per se noodzakelijk om elke dag aanwezig te zijn op uw werk? Kantoor? Is wel gemakkelijk. Je moet toch vaak overleggen met collega's. En dan is het wel fijn inderdaad om met elkaar contact te kunnen leggen. Dus ja, in feite is wel nodig. En zou u niet liever ook een paar dagen thuis werken? Op dit moment niet. Je raakt een binding kwijt met je bedrijf. En kom dan maar gewoon langs het bedrijf. Dan zie je collega's, zij zien jou. Dat vind ik zelf ook erg prettig. En u vertelde net dat u eigenlijk net begonnen bent bij het bedrijf. Kunt u zich voorstellen dat als u bijvoorbeeld een paar jaar in dienst zou zijn, dat het dan wel bijvoorbeeld thuiswerken een optie is? Ja, kan ik me wel voorstellen, ja. Ik bedoel, het scheelt wel reistijd. En het is 1 uur terug, 3 kwartier heen. Nou goed, dat is toch dan weer snel 2 uur bespaard. Wat je natuurlijk weer nuttiger kan gebruiken. Dus het is eigenlijk ook een beetje een tussen de oren kwestie van dat je heel graag op je werk wil zijn. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat bij heel veel mensen het wel mogelijk is om thuis te werken. Zeker als een bedrijf de mogelijkheden biedt. Maar mensen moeten wel aan wennen om te gaan thuiswerken. Hoe zou Nederland nou filevrij kunnen worden? Ik denk vooral dat we Nederland moeten kiezen. Op dit moment hebben we 2-sporen-beleid. We doen en in rail en in de auto investeren. En ik zou liever een keuze die we nou... We gaan daadwerkelijk voor de railsector of we gaan voor de autosector. Maar laten we een keuze maken. En zeker in sommige corridors denk ik dat die keuze nodig is. Om goed beleid te kunnen bepalen, maar ook te kunnen zorgen dat het problemen oplossen. En u kiest voor de rail? En ik kies voor de rail, ja. Dank u wel.